Stop! Kijk deze film alleen als je eerst de opgave hebt geprobeerd te maken. Opgave 54. Het volume is de hoeveelheid ruimte die een voorwerp inneemt. Het debiet op een bepaalde plaats in de rivier is het volume water dat daar in een bepaalde tijdsduur doorheen stroomt. Oftewel V punt, dat is het officiële symbool voor debiet overigens, is gelijk aan V gedeeld door delta T, want dat leid je af uit die tekst die daar staat. Onderdeel A, bepaalde SI-eenheid van het debiet. Nou ja, wat je met de grootheden doet, moet je met de eenheden doen. Oftewel, de eenheid van debiet is de eenheid van volume gedeeld door tijd, is de eenheid van volume gedeeld door de eenheid van tijdsduur, dat is delta T, hè, tijdsduur, delta T. En de eenheid van volume is kubieke meter, en de eenheid van tijdsduur is seconde, dus we krijgen kubieke meter per seconde. Iemand beweert dat je het debiet van een rivier ook kunt berekenen door de dwarsdoorsnede A van de rivier te vermenigvuldigen met de stroomsnelheid V van het water. Onderdeel B. Ga met een dimensieberekening na of dit leidt tot dezelfde eenheid voor het debiet. Ja, opnieuw. Wat je met de grootheden doet, moet je met de eenheden doen. Dus de eenheid van oppervlakte maal snelheid is de eenheid van oppervlakte maal de eenheid van snelheid. Eenheid van oppervlakte is vierkante meter. Eenheid van snelheid is meter per seconde. En ik denk dat je hem al ziet komen. Daar staat meter tot de tweede maal meter gedeeld door seconde. En jawel, ook dat is kubieke meter per seconde. Dus dat klopt.